Het is inmiddels de vierde week dat we met de Run Life Truck tour zijn. Iedere week staan we op een andere locatie bij een klant. En iedereen is razend enthousiast. Hey Jan-Willem. Hey Wessel. Ik ben toch heel benieuwd, hoe ziet zo'n week in de truck er nou uit? Nou, vandaag gaan we eens een kijkje nemen bij het team. En kijken wat ze allemaal doen. Ga je met mij? Gaan we doen. Van, kan je ons eens vertellen, hoe ziet een week in de truck eruit? We beginnen op maandag altijd met een kick-off met het team. En samen met de klant. We hebben elkaar leren kennen. En maar vooral goed begrijpen wat de case is. De case is voorbereid, maar niet door dit team. En dan gaan we eigenlijk het werk verdelen, zodat we met de Scrum-methode het werk ook kunnen gaan realiseren. En wat houdt zo'n Scrum-methode in? Dat doen we eigenlijk aan de hand van deze muur, of deze wand in de truck. Het werk wat we op maandag in de designsessie bepaald hebben, hangen we bij de to-do-kolom hangen we op in allerlei briefjes met dit zijn de activiteiten die gedaan moeten worden. En dan moeten we eigenlijk langzaam, gedurende de week, van to-do naar doing, naar test, naar don. Nou, het is nu vrijdag, gelukkig hangen er heel veel briefjes bij don. En dat is een heel goed teken. Waarom is gekozen voor de Scrum-methodiek? Nou, we werken met Scrum omdat we maar één week de tijd hebben. Dat is maar 5 dagen, dat is kort. Dus we moeten elke dag focussen op datgene wat echt belangrijk is. En met Scrum word je daarin ondersteund. En zijn jullie wel eens gestrest? Nee. Natuurlijk, omdat je maar een week hebt, dan zie je dat ergens het kantelpunt op woensdag zou moeten plaatsvinden. Het kantelpunt van briefjes naar rechts krijgen. En als dat dan nog niet helemaal gebeurt, dan krijgen we het wel warm. Ja. Waar heeft het team deze week aan gewerkt? Deze week werken we aan de case dat netbeheerders leveren een bestand aan, een heel groot bestand, gigabytes groot, waar alle leidingen in de grond liggen. Dat bestand moet gecontroleerd worden, dat moet naar ons platform toe, naar het HANA-platform toe gaan. En daarna willen we die data visualiseren op een kaart in Nederland, zodat de netbeheerder kan controleren of hij de juiste data heeft aangeleverd en zijn akkoord kan geven op die data. En waarom is dit van belang? Nou, jaarlijks ontstaat er voor 26 miljoen aan schade door graafwerkzaamheden. Dus als je alle netbeheerders de gegevens aanlevert in een centrale database, kan iemand die moet gaan graven in een bepaalde straat uitzoeken welke leidingen op welke plaats liggen en daarmee de schade voorkomen. Is het ook fun om in de truck te werken? Ja, ik vind het van wel. Maar jongens, wat vinden jullie ervan? Yeah!